De vertegenwoordigers van de KKF, de AAV en de ACMOS zijn gistermiddag door vicepresident Ashwin Adin geïnformeerd over op handen zijnde projecten ter waarde van $1,8 miljard. Deze projecten zullen gefinancierd worden door de Islamic Development Bank, ISDB. Volgens Paul de Baas van de KKF waren er pro's en cons ten aanzien van de voorgestelde projecten die het stabilisatie- en herstelprogramma van de overheid moeten ondersteunen. Veel van deze projecten zijn nog niet concreet vastgelegd. Er is onder meer aangegeven dat er veel nieuwe constructiewerken uitgevoerd zullen worden om de infrastructuur van het business doen in Suriname te kunnen verbeteren, zegt de baas. Na feedback van het bedrijfsleven en van andere stakeholders bijgesteld zullen moeten worden. Er zullen nog vele sessies met de overheid moeten plaatsvinden. Er zijn ook discussies geweest over wat het allemaal voor onze staatsschuld zou betekenen. Hoe het gefaseerd kan worden en hoe het past in het geheel en of we er wel uitkomen. Ook vragen natuurlijk van wanneer ze terugbetalingen. Het project is nog niet af. Er zijn cijfers waaraan gewerkt moeten worden. Er zijn insteeks die gebracht moeten worden, waarover nagedacht moeten worden. En de bedoeling is dat wij na verdere bewerking door het regeringsteam de info krijgen dat we ons huiswerk gaan doen daarna. En dat we in andere sessies, in kleinere commissie, in grotere verbanden of misschien in nog grotere verbanden terugkomen, onze commentaren geven, dat die worden aangepast en dat we gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor Suriname. Volgens de baas zitten we met z'n allen in deze precaire situatie en moeten we de kansen aangrijpen om een betere toekomst te hebben. Door de bedrijfslevenorganisaties is onder andere aangegeven dat de wisselkoers samengaat met de productie en het bestedingspatroon. Gaat met jouw besteding samen, gaat met jouw werkgelegenheid en gaat met de mate waarop je terugbetaalt. En natuurlijk ook met je eerlijkheid. Als je dus eerlijk verdient en de gelden die je verdiend hebt terug naar hier investeert, dan heb je zelf een bijdrage geleverd om als dankbaarheid voor het feit dat je een business kan doen en een business kan onderhouden, dat je zorgt dat je ook iets teruggeeft om die business te ondersteunen. Maar als je de gelden verdient en je brengt het overgrote deel van op een rekening in het buitenland, dat je als reserve zet en je begint opnieuw vanuit een nieuwe lege pot met een nieuwe lening om business te doen, dan ben je bezig het systeem uit te graven. En als we die mentaliteit blijven houden, gaan we er nooit komen. We moeten verdienen, maar dat wat we moeten verdienen, moeten we terugbrengen naar hier in een vertrouwen om het kapitaal te kunnen maken. De baas zei verder dat er ook inzicht gegeven is in het betaalbaar houden van de energie- en productieprojecten die voor het verhogen van de inkomsten zullen zorgen.